Beauties, hier ben ik weer, Ilona van het kanaal Be Ilona en ik ben heel blij dat je kijkt. Zoals beloofd is dit een extra video. In mijn vorige vlog ben ik naar een event van Givenchy mogen gaan, maar ik was 's avonds veel te moe om te je tonen wat er in mijn goodiebag zit en daarom maak ik dus dit filmpje. Ik was dus uitgenodigd op een event van Givenchy en dat in de Carré van Willebroek. Dus dat beloofde al sowieso een feestje te worden. Dat was het ook. Er was heel lekker eten, drinken. We hebben goed gedanst, goed gelachen met alle mensen van Givenchy. En toen ik naar huis ging, kreeg ik ook een zalige goodiebag mee. En ik ga je nu tonen wat er in deze goodiebag zit. Deel kon je al zien in mijn vlog. Ik had namelijk een lipstick op, of toch nog een deel ervan, want ik had precies de helft al opgegeten. En dat is namelijk lipstick uit de nieuwe lijn Le Rouge Mat. Daar heb ik er twee van gekregen. Namelijk kleurtje 330 en kleurtje 331. Ik ga beginnen met ze te tonen. Kleurtje 330 noemt Violin Retro. Verpakkingen van Givenchy zijn ook altijd de max. Zo super luxueus altijd. En dit is zo een hele mooie paarse violet donkere kleur. Heel erg mooi. Deze had ik dus op in mijn vlog toen ik zo moe was en toch nog je wou vertellen hoe mijn avond was geweest. Het andere kleurtje dat ik heb gekregen is 331 Pourpre Défilé. Ook eens piepen, deze heb ik nog niet opengemaakt. Oh, hij noemt purperen, dus ik zou echt verwachten dat het zowat een purperachtige kleur gaat zijn. Maar het is eerder zowat een brownish dark nude kleur. Heel mooi. Past super goed bij mijn oogschaduw die ik nu trouwens op heb. Wauw. Dan was mijn goodiebag nog niet leeg. Ik heb ook de nieuwste damesparfum gekregen dat Givenchy net heeft uitgebracht. Namelijk de Lief Irresistible Blossom Crush. Als je deze uit de verpakking haalt, dan krijg je deze flacon te zien. Die is gewoon super, super mooi. Hij ruikt ook heel erg fris. Ik ga hem direct al een beetje opdoen. Oh. Dat is echt een boeket vol zalige bloesems, bloemetjes op je huid. Dus ik vind deze echt een super goede geur voor de lente, voor de zomer, voor die frisheid, voor die bloemetjes. Voor ja, gewoon je echt heel vrolijk te voelen met deze geur. Dus ik ben super blij, Givenchy, dat ik deze gekregen heb. Echt dank u, dank u, dank u, dank u. Zo, en dat was het dan wat er in mijn goodiebag zit. Ik was super blij ermee en ik kijk er naar uit om nog meerdere events met Givenchy en andere merken te mogen delen met jou. Ben jij ook benieuwd naar nog verdere events en video's van mij? Vergeet dan zeker niet om je te abonneren op mijn kanaal. Dat is nog altijd gratis en zo blijf je op de hoogte van al mijn video's. Laat mij ook zeker in de comments weten of jij ook zo'n super frisse bloemige geur hebt voor de lente waarvan je instant vrolijk wordt. Deze ontdek ik heel, 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 heel erg graag. Ik zie jou ook super graag terug volgende keer in mijn nieuwe video. Adios, mijn beauties, en tot binnenkort!